Noah is hier aan het genieten van zijn wafel. Kijk eens hier. Hey, dat is ook wel weer chic, hè. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn onderweg naar de schoenenwinkel in Maasmechelen Village. Het is 10:45, dus ik hoop dat er nog niet te veel volk is. Dan moeten we nog iets terug gaan brengen naar een andere winkel. En dan gaan wij op bezoek in Lier bij Omi en opa. Tante Nadia kan er misschien ook zijn. En waarom gaan we op bezoek? Omdat Omi jarig is. Is er nog een andere reden dat we op bezoek gaan? Ik weet niet. Gisteren zei hij dat er nog een andere reden was voor hij ging slapen. Ja? Ja. Slapen? Nee. Ik zal het maar helpen voordat het ontspoort. Omdat de Sint misschien ook daar geweest was. Oh ja. Oh ja. Was hij dat vergeten? Nee. Hoe kun je dat vergeten? Ik kan dat niet vergeten. Ik zie wat jij niet ziet. Wat? Wow, goed rondkijken. Wat? Zie je het? Wat is dat nou? Kerstmis? Nee, kerstmarkt. Kijk eens hoe chic hier. Een achtbaan. En zo een Speed XXL dat zo rondgaat. Hier staat kermis precies. Staat er ook een frituur? Ik dacht dat wel. Kijk hier! Wauw. Wow. Ik hoop dat je wel echt op het knopje geduwd hebt om te filmen. Schat, kijk eens naar de camera. Zie je het rood lampje? Ah ja. Ah, voilà. Het regent wel nog. Lopen. De love, maar smechelen voor oeh. Ja, kom jij bij papa onder de paraplu? Ja. Noah heeft 2 paar schoenen gekocht. Goed hè? Ja. Kop of verkoop, 30% korting. En nu ben ik benieuwd wat Noah gaat zeggen, want we komen. Moeten we een wafel pakken? Ja, tuurlijk mag dat. Noah is hier aan het genieten van zijn wafel. Terwijl we... Een bus van Maasmechelen Village. Terwijl wij nu naar de auto gaan, richting Lier. En kijk eens wat een mooie blouse Noah aan heeft. Een kooltrui. Dat is juist zoals like Steve Jobs. Ken je Steve Jobs? Nee. Nee, dat is de man die Apple groot gemaakt heeft. Apple van de iPhones en de iPads en zo. Die had ook altijd zo'n truitjes aan met een kooltrui. Maar dan wel in zwart. We zijn hier in Lier aangekomen, bijna, maar kijk eens hoe hier de zon schijnt, man. Wat een mooi weer, schat. Nee, hè? En je zit hier met de sjaal. Het is precies 30 graden buiten. Bijna geen wolkske aan de lucht. Ga je die afgeven aan Omi? Ja, want Omi is jarig vandaag, hè. Oh, kijk, kerstman. Ik zie al iets. Wat zie jij? Kijk, moeten we niet wachten op mensen? Wauw! Nou, volgens mij staat hier Noah. Ja. Wacht even, dan... Oh, de Sint heeft ook aan de kerstman gedaan. Wauw, met stickers. Oh, wat is dat? Kijk. Kom maar. Stickers. Eerst kijken. Is dat ook Noah? Oh. Maar ja. Terug aan Noah. Weer Noah. Oh, dat is ook leuk. Lettertjes. Ja, om te stempelen, denk ik. Ja. Kijk eens hier. Ja, niet mondjes tekenen, hè? Ja, ja. Doe maar. Trekken. Trek maar. Trek maar. Maar niet zie je voor. Stickers, hè? Ja, met een hartje. Zeg je wat het is? Wauw. Hé, dat is ook wel wat chic, hè? Wat is dat? Dan een poepje
Van jou, dat kan je bij jouw trein zetten dan. Vijf plus. Ja, je bent 5 plus. We zitten terug in de auto. Wij gaan terug richting Meeswijk. Als Ellen er ook geraakt, die zit nog binnen. Anders moeten we vertrekken, Noah. Nee. Nee, gaan we mama wel meepakken. En het was weer een leuke dag, hè? Want de Sint was ook hier geweest, hè? Ja, maar ik hoop dat wij nog chocolade in de koffer. In de koffer steekt alle snoepjes en de snoep en ja, dat zelfs. Is het daar een zak snoepje in? Ah, dat weet ik niet. Ik weet wel, chips heb ik gezien, chocolade en de Lego. Leuke Lego hebben we weer gekregen. Dan zijn ze hier toch weer goed gezien, hè? Basiel heeft ook veel gekregen. Die heeft een mooie mat gekregen. Een super grote mat. Met stukken. 9 stukken. Maar hierbij gaan we de video beëindigen. Dus dank u voor het kijken. Tot. En tot de volgende. Dag. Dag.